Even tot slot, voor mijzelf en al mijn vrienden die graag een huis willen kopen, is het verstandig om het nu te doen? Dat moet je eventjes zelf nagaan en eens even je knopen tellen, CQ het geld tellen. Ik denk dat de eerste gang steeds moet zijn naar de hypotheekbank om te kijken wat zou er mogelijk zijn. Kan ik überhaupt een hypotheek aantrekken? En wat is zo'n beetje de maximale prijs die je zou kunnen betalen? En gezien de regio waar ik wil wonen, wat kan ik daarvoor krijgen? Kijk ook eens wat de huurmarkt heeft te bieden. En dan moet je dat afwegen wat in de eigen situatie het verstandigste is. Ja. Daar kan ik geen algemene lijn voor uitzetten. Het kabinet denkt dat ze dat wel kunnen. Hè? Gij zult kopen tot de dood erop volgt. Maar die benadering volg ik niet. Ja, en u vertelde mij voor de uitzending, waarschijnlijk zakken de prijzen nog tot volgend jaar. Ja, het is nu zo erg dat de banken hebben besloten, wij gaan geen prognoses meer publiceren, want dat wordt een self-fulfilling prophecy. Hè? Het wordt nog erger en dan wordt het helemaal niet gekoopt. Maar neemt u van mij aan dat dit jaar de prijzen verder zullen dalen. Het is pas door Moody's, het ratingbureau, nog eens een keer bevestigd. Volgend jaar ook. En als er nou geen nieuwe bank omvalt en geen Europees land in de moeilijkheden komt, dan hebben we een kans dat het eind van volgend jaar de bodem bereikt is en er een geleidelijk herstel gaat plaatsvinden. Dank u wel, Hugo.